Dit is het eerste deel over het hart en in het eerste deel wordt de anatomie behandeld. In het tweede deel wordt vervolgens de werking, oftewel de fysiologie, behandeld. Allereerst zie je hier een fraaie foto van een preparaat van een overzicht van een opengewekte thorax. Let erbij op de centrale ligging van het hart als zodanig. Weliswaar zijn de longen links en rechts wat samengevallen uiteraard vanwege het feit dat het een preparaat is. Maar je ziet heel duidelijk hier dat het hart het grootste gedeelte van het mediastinum, oftewel de ruimte tussen de longen, inneemt. En dat de hartpunt, die ligt hier, noem je de apex, die wijst naar links en normaal gesproken zo'n beetje in de vijfde intercostaalruimte. De brede bovenzijde noem je de basis van het hart. Hier zie je nog het hartoor van het rechter atrium. En hier zien we dan het begin van de vena cava superior. En je ziet dat het bovenste deel van het mediastinum voor een groot gedeelte ingenomen wordt door de vaatsteel. Hier de laagjes van het hart. Allereerst weten we dat er rond het hart natuurlijk het hartzakje zit. Noemen we het pericard. En hier zien we dan dat het pericard er afgepeld wordt. En tussen de laagjes van het pericard zit een heel dun beetje of een heel dun laagje vloeistof, waardoor het hart makkelijk heen en weer kan glijden tijdens het uitzetten en weer samentrekken. Hier zien we dat aan de buitenzijde van het hart dat de vaten ingebed liggen in vetweefsel. Nou, dat heeft ook een belangrijke reden, namelijk dat de vaten op die manier beschermd zijn tegen het telkens heen en weer bewegen van het hart. We gaan kijken naar de laagjes van het hart. Aan de binnenzijde van het hart, dus helemaal aan de binnenkant, vind je het endocard. Het endocard is een voortzetting van het endothel en is eigenlijk gewoon een eenlagig plaveiselepithel. Daaronder de spierlaag, oftewel het myocard, en daaromheen dan het pericard, wat officieel anatomisch gezien in het epicardium en pericardium wordt onderverdeeld, maar in de praktijk meestal het hartzakje of het pericard wordt genoemd. Hier zien we een overzicht van de kleine bloedsomloop, zoals dat dan netjes heet. Zuurstofarm bloed komt het hart binnen via de bovenste holle ader, vena cava superior en de vena cava inferior. Die brengen al het zuurstofarme bloed uit je lijf naar het rechter atrium. Vervolgens gaat het door de tricuspidaalklep naar het rechter ventrikel. Dan via de rechter ventrikel of rechterkamer de longslagaders in. En voordat hij dat gebeurt, zie je dat het terechtkomt in de gemeenschappelijke stam, wat je de truncus pulmonalis noemt. Die splitst zich in beide arteriae pulmonalis. Die brengen zuurstof arm bloed naar de longen. In de longen wordt natuurlijk van zuurstof voorzien. En het bloed gaat weer terug via de vier longaders, de venae pulmonalis. En die monden uit in het linker atrium, oftewel de linkerboezem. En dan gaat het bloed via de linkerboezem door de mitralisklep naar de linkerkamer, linkerventrikel. En dan vervolgens via de aortaklep de aorta in naar heel je lichaam toe. Hier zie je nog een keer dan een tekening van het hart. We zien daar de aortaboog. Nou, we noemen dat ook wel de arcus aortae met het opstijgende deel. Aorta ascendens, de arcus en de aorta descendens. We zien hier uit het rechterkamergedeelte komende de truncus pulmonalis, die zich dan splitst in de arteria pulmonalis links en rechts. De vena cava superior, die zuurstofarm bloed haalt uit hoofd en armen. En we zien hier de vena cava inferior, die zuurstofarm bloed haalt uit buik en benen. Daar zien we dan tevens de inmondingen van de longaders, oftewel de venae pulmonalis in het linker atrium. Hier zien we nogmaals weergegeven, maar nu opengewerkt, hoe de stroom is van het hart. En ik wil je eigenlijk vragen van, kijk eens naar deze tekening, of het nu gaat lukken om al deze zaken te benoemen. Ik zal heel eventjes mijn mond houden en dan kun je ernaar kijken of dat inderdaad gaat lukken. En daarna zal ik weer kort de samenvatting met de letters geven.
Oké, nou we gaan beginnen met de A. De A is de aortaboog, oftewel eigenlijk gewoon de aorta. B wordt mee bedoeld de truncus pulmonalis en de arteriae pulmonalis. C de echte truncus pulmonalis. D richting het linker atrium. E is dan de pulmonaalklep. F is de linker ventrikel. G is het septum tussen de beide kamers, dan noem je het septum ventriculorum. H is het rechter ventrikel. I is de vena cava inferior. J wijst naar de mitralisklep. K naar het rechter atrium. L naar de arteriae pulmonalis. En M wijst naar de vena cava superior. Nou, we zien hier het hart van onderaf gezien, dat is de basis. Dus, nou, de basis van het hart wordt inderdaad gevormd door de twee atria, vooral dan de linkerkant, waarin de inmonding van de vier, je ziet er hier twee aangewezen, aan de andere kant ook twee, venae pulmonalis. Nou, de hartbasis ligt zo'n beetje ter hoogte van thoracale 5, 6 en 7. En tussen de wervelkolom en het hart langs lopen dan de aorta descendens en de oesophagus. Hier nogmaals de tekening van het hart, maar ditmaals opengewerkt. Let eventjes op de kleppen die je hier ziet. We zien hier tussen het rechter atrium en het rechter ventrikel een klep zitten en noemen we de drieslippige hartklep, oftewel de tricuspidaalklep. Hier zie je de uitmonding van het rechterkamer naar de truncus pulmonalis en dat is dan de pulmonalisklep. Tussen linker atrium en linker ventrikel de mitralisklep en tussen de linker ventrikel en aorta de aortaklep. We zien ook dat uit de aortaklep, dat is ongeveer op deze hoogte, ontstaan de beide kransslagaders, oftewel de arteriae coronariae. Voor de volledigheid wil ik je ook nog wijzen naar de onderdelen over de vaten, waarbij de vaten van het hart afzonderlijk worden besproken. In dit kader beperk ik me tot de aanwezigheid van twee kransslagaders, namelijk de linker en rechter, die respectievelijk de linker harthelft plus het septum en de rechter harthelft van bloed voorzien. Het bloed wat dan door het hart gebruikt wordt, zal via het aderlijke systeem, de sinus coronarius, die je hier ziet lopen, uiteindelijk weer teruggebracht worden richting het rechter woesem, oftewel het rechter atrium gedeelte waar al het zuurstofarme bloed instroomt. Hier nogmaals de kleppen. We kennen de AV-kleppen, dus tussen het atrium en de ventrikel. Deze kant ook, atrium en ventrikel. Aan de rechterzijde de tricuspidaalklep. Aan de linkerkant de mitralis- of bicuspidaalklep. Let erop dat deze kleppen zijn verbonden met papillaire spieren door zogenaamde peeskoortjes, oftewel de chordae tendineae. We kennen ook de halve maanvormige kleppen of semilunair kleppen. Hier zie je de pulmonaalklep tussen de rechterkamer en de truncus pulmonalis en de aortaklep tussen de linkerkamer en de aorta. Hier een tekening aan de binnenkant van het atrium. We zien hier een zogenaamde crista terminalis, waarin dan ook de sinusknoop ligt. En die verdeelt het atrium in een voorste deel, waarin ja, echte bundels van spieren lopen. Die spieren noem je dan de musculi pectinati. En een achterste deel, de sinus venerum, en die is glad. Nou, het septum intraatriale, oftewel het septum tussen de beide boezems, heeft een ovale induiking die je hier ziet. En dat noemt ook wel de fossa ovalis en dat is de rest van het voormalige foramen ovale wat voor de geboorte aanwezig was. De binnenzijde van het rechter atrium. Nou, we kennen natuurlijk ook openingen in het rechter atrium voor de vena cava superior, de vena cava inferior en de sinus coronarius. De rechter AV-klep, oftewel de tricuspidaalklep, ligt voor de opening van de vena cava inferior. Dan gaan we naar de binnenkant van het rechter ventrikel. De wand van het rechter ventrikel is dunner dan van het linker ventrikel. Heeft ook te maken met de kracht nodig. De linkerkant moet het door de lichaam persen en de rechterkant hoeft het alleen maar door je
door de longen heen te brengen. De rechter ventrikel staat in verbinding met het rechter atrium door de tricuspidaalklep en met de truncus pulmonalis door middel van de pulmonaalklep. We zien dat hier richting de pulmonaalklep dat het aspect trechtervormig en glad wordt en dat noemen we ook wat infundibulum. De papillaire spieren zie je hier, die dan middels de chordae tendineae aanhechten aan de tricuspidaalklep. Er zijn er in de rechterkamer drie, de voorste, de achterste en de zogenaamde septale papillaire spier. Aan de binnenkant van het rechterventrikel het vervolg zien we dan dat elke papillaire spier vastzit aan een klepslip. En door de chordae tendineae of peeskoortjes verbonden is. Bloed gaat de rechterventrikel uit via de pulmonaalklep en de wand van het infundibulum, zoals we al opgemerkt hadden, is glad. Hier zitten we op de rechter atrioventriculaire overgang. Nou, die wordt verstevigd door de ligging in de annulus fibrosus, oftewel een bindweefselring, wordt ook wel de klepperring genoemd. Je ziet daar drie slippige hartklep, oftewel de cuspee, anterior, posterior, septaal of posterior-mediaal. Nou, het atriale aspect van de klep is glad. Het ventriculaire aspect is weer met die peeskoortjes, oftewel de chordae tendineae, verbonden aan de papillaire spieren. Hier de overgang van het rechterventrikel naar de truncus pulmonalis. Nou, die ligt uiteraard ook in de kleppering, oftewel annulus fibrosus. We zien hier de drie halve maantjes, oftewel de semilunaire kleppen. En hier zijn geen chordae tendineae of papillaire spieren aanwezig. Het linker atrium staat in verbinding met het linker ventrikel door de mitralisklep. En dat vormt het grootste gedeelte van de hartbasis. De wand is glad, behalve het gebied waar weer die zogenaamde musculi pectinati zitten in het linker hartoortje. In het linker atrium komen de vier venae pulmonalis binnen. Dan de linker ventrikel. De wand is veel dikker dan van het rechter ventrikel en krijgt zijn bloed door de mitralisklep. De wand is trabeculair, dat noemen we ook wel trabeculae carne, of carne is natuurlijk vlees, oftewel balkjes van vlees. En de wand heeft twee grote papillaire spieren, anterior en posterior, die zijn met chordae tendineae verbonden aan de mitralisklep. Het bloed gaat dan de linker harthelft uit via de aortaklep. En we zien dan dat het deel van de linkerkamer naar de aorta, het vestibulum aortae wordt genoemd. En dit is net als bij de pulmonalisklep glad en stevig. De mitralisklep, oftewel de linker AV-klep, ligt in de annulus fibrosus. En in tegenstelling tot de tricuspidaalklep bestaat deze uit twee klepslippen. En ook hiervoor geldt dat het atriale deel glad is en het ventriculaire deel is door middel van chordae tendineae aan papillaire spieren verbonden. De aortaklep, eveneens in de annulus fibrosus, gevormd door drie semilunaire klepslippen, te vergelijken als bij de pulmonalisklep. En niet te vergeten, zoals al opgemerkt, dat uit de aortaklep komen de beide kransslagaders. Hier zie je het zogenaamde prikkelgeleidingssysteem, wat in het deel 2 ook een belangrijke rol gaat krijgen. We zien dat bovenin de rechterboezem de sinusknoop of SA noot ligt. Die geeft zijn signalen af naar de AV-knoop. Die ligt op de overgang van boezems en kamers. Daar is een doorboring richting de kamers door de annulus fibrosus. We zien eerst een bundel van His. Die splitst zich in tweeën. Dat worden dan de linker en rechter bundeltak. En de linker en rechter bundeltakken die zullen dan uitwaaieren in de zogenaamde Purkinje-vezels, die eigenlijk de elektrische stroom naar de spiercellen van de ventrikels brengt. Verder gaan we met de fysiologie in deel 2 over het hart.